Engeland staat op nummer 4 als exportland voor Nederland. Veel groente en fruit vanuit het Westland gaan naar het Verenigd Koninkrijk. Maar TLN ziet dat ondanks alle controles het aantal vluchtelingen dat de oversteek probeert te maken niet afneemt. We hebben dit jaar eigenlijk al evenveel vluchtelingen aangetroffen in auto's als vorig jaar. En ja, dat baart ons wel zorgen. Daar leggen ze op het vierde. Door veiligheidsmaatregelen bij Calais verzinnen vluchtelingen andere manieren om aan boord te komen. De chauffeurs van Henneke Verhuisbedrijf in Zoetermeer zien gevaarlijke acties onderweg. Nou, ze gooien dingen op de weg, dat zie je veel. IJzeren, zware banden of stroopbalen, hooibalen. Die gooien ze op de weg. Zo dwingen ze de chauffeur om te stoppen, tenminste dat hopen ze. Dus de chauffeur heeft de keuze of flink gassen en schade aan zijn auto. Forse schade, dat kan echt duizenden, tienduizenden euro's soms zijn. Of stoppen, ja, met daarmee de vluchtelingen de kans te geven. TLN wil meer controles in Frankrijk en in Nederland. Want ze willen een verschuiving van de problemen van Calais naar Hoek van Holland voor zijn. Op het moment dat vluchtelingen in de gaten hebben dat een bepaalde plek ruimte biedt om een oversteek te gaan maken, ja, dat ze eigenlijk als mieren zeg maar op zo'n plek gaan afkomen. Het verhuisbedrijf heeft goede sloten op de wagens om de migranten te weren. Maar helemaal uitsluiten kan je het niet, dus meer controles kunnen een oplossing zijn. Blijkt er vervolgens alsnog toch eentje aan boord te zijn aan de overkant, dan krijg je een zware boete, 2000 pond per vluchteling. Nou, dan zit je niet op te wachten. Plus je wagen wordt aan de ketting gelegd, je chauffeur komt in de bak. Dat wil je niet. Dus als je dan kunt aantonen door middel van die controles dat je hebt het keurig voor elkaar, dat je dan wordt gevrijwaard van een boete in Engeland. Als we dat kunnen regelen, dan zeg ik helemaal goed.